Tony van de Bomen die vroeg of ik penningmeester wilde worden. Die hadden nog iemand nodig voor het bestuur van de wasvenboerderij. Ik zeg nou, ik heb wel interesse daarin. Toen ben ik naar Alfred gegaan om te vertellen dat ik wel penningmeester wilde worden. En toen is het eigenlijk snel gaan lopen. En toen was er een bestuur met Tony van de Bomen, Theo van de Zanden. Ik was erbij en iets later is Irene Hulse er nog bij gekomen. Wij waren het bestuur. En Alfred? Oh, en Alfred. Maar Alfred was, die had een dubbele functie. Die was bestuur en die was ook personeel eigenlijk. Ja, wat ik begreep waren ze 3 jaar bezig met de stichting. Ja. Ja. En hoe lang ben je erbij gebleven? Tot 2010 jaar, tot 2018. Dus ik ben nu 5,5 jaar geleden gestopt. Ja. Vertel eens, wat heb je zo in die 10 jaar ervaren? Penningmeester ben ik geweest. De financiën, maar ik ben ook secretaris geweest. En dat betekent notulen maken, mensen uitnodigen ook voor de bestuursvergaderingen en dergelijke. Dat soort dingen heb ik ook gedaan. En wat mij aantrok was de mooie ligging. Het is natuurlijk een prachtig terrein. De schuurgebouw is prachtig verbouwd tot restaurant, vergaderruimtes. Alles zit er mooi in. Ik begreep dat het dak vernieuwd gaat worden. Van de boerderij. Van de boerderij, ja. Ja. Wat ook een mooie was, is de zorg. Ja. Het deel zorg. Mijn vrouw die werkte bij mensen met een verstandelijke beperking, Lunetzorg. Dus ik was wel bekend met, met die groep mensen. En het was goed dat die hier zo konden vermaken. En die kwamen hier. Een heleboel mensen kende ik ook van Lunetzorg. Die zijn nu weer verdwenen allemaal. Want... Ja, had jij direct contact met de mensen, personeel, deelnemers? Met de deelnemers. Sommigen wel, maar het verloop was groot, met personeel ook, maar ook daar was het verloop groot. Dus vandaag staat die er en dan een jaar was weer een ander. Er was wel behoorlijk veel verloop. Want ik ging dan af en toe wat in de kluis moest ik dan zijn. En dan moest ik me voorstellen wie ik was en dan was er weer een ander. Dus dat was het Dat was een beetje rommelig, denk ik. Dat was een beetje af en toe, ja. Maar goed, het is allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. Ja. In die tijd was het zo dat veel mensen betaalden dus nog contant met geld. Tegenwoordig is het vaak gewoon een tikkie of gewoon betalen met je betaaltas. Maar in die tijd werd geld gestort in een kluisje. En dat kluisje werd elke eind van de maand werd dat leeggemaakt. En door mij leeggemaakt en door mij en Theo geteld. Je wist natuurlijk wat erin moest zitten. Klopte ook altijd. Eén keer was er iets anders, dat zal ik straks vertellen. En dan ging ik met Theo samen het geld tellen. Ik stopte dat in een bepaalde stortingsenvelop en dat werd dan bij de bank gestort. En één keer was ik het geld in zo'n automaat aan het invoeren, want vaak, of ik deed in zo'n bag om te storten, of ik kon het zelf ook invoeren. En één keer voerde ik het in en een grote alarm, er zat kennelijk een vals biljet in. Ik zeg tegen die man achter de bar, die kwam meteen, ik zeg, ik wil kijken hoe het eruit ziet. Nee, dat mag niet. Ik zeg, jawel, maar het is mijn geld. Het is vals, kennelijk, misschien. Nee, maar hij zei, dat kunnen wij ook niet meer zien. Ja, jammer dat daar geen maaltijden meer te krijgen. Ja, lunches wel, maar s'avonds maaltijden. Jammer dat dat gestopt is. Ja. Terwijl je hier veel beter kan eten dan in de stad. Ja, je hebt hier geen parkeerproblemen met auto's. Je kan hier naartoe gaan, een mooi natuurgebied. Je kan er naartoe wandelen of met de fiets komen. Ja. Ook een stuk fijner om hier naartoe te fietsen dan in de stad. Ja. Jammer dat dat gestopt is. En misschien, ik hoop dat men dat nog een keer gaat oppikken. Ja, je had vroeger proef de lente, proef de herfst, al die activiteiten. En daarna met de Effenaar, even naar de Effenaar, Pasven, ja, even naar het westen van, ja, Pasven. Daar ben ik ook, daar ga ik ook, als het kan, ga ik er ook naartoe. Ja, ja. Een groot succes, een soort Woodstock in het klein. Ja. In deze natuur, met die bomen en die struiken en alles, is gewoon geweldig. Ja. Echt goed. Dus op zich heb je hier ruimte, mooie natuur, wat wil je nog meer? Nou, verbeterpunten, ik zou dus zeggen dat het eten s'avonds, dat je s'avonds, mijn part in de weekenden, toch goed kan eten. Maar ook de winkel zou verbeterd kunnen worden. Brood bakken is altijd nog een probleem geweest om het betrouwbaar lang product te maken in de tijd die ik ken. Ik weet niet hoe het nu is. Maar die winkel moet gewoon betrouwbaar zijn. Dan koop je de spullen. Ja.
ja, hier hebben de mensen wel een baan als het ware, dus die moeten wel een hoger niveau hebben, goed opgeleid zijn. En als er goede begeleiding is en voldoende begeleiding, dan moet het wel lukken. Ja. Maar is er voldoende begeleiding, dat is vaak ook al een probleem. Ja. Maar als je dat hebt, dan is het ook voor die mensen natuurlijk een groot succes. Ja.